Ja, met dokter Doemvernetel. Ja, mevrouw de Vries. 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 Hoe is uw naam? De Vries. Ah, ja. Oh, ik herinner het me weer. Nee, dan lijkt het me het beste dat ik maar... Tot u. Entree. Dat ik maar even... Ja, dat weet ik wel. Ja, ja. 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 Nee. Nee. Oh. Een ogenblikje. Meneer... Mevrouw de Vries, ja. Nee, er kwam iemand mijn spreekkamer in, maar die begreep mij niet helemaal. Ja, nee, het lijkt me het beste dat ik even naar u toe. Entree, morgenmiddag om 14:00. Ja, dan kom ik even bij u langs. Een ogenblikje. Laten we zeggen tussen 14:30 en 14:30. Ja, goed hoor. Ja, dag mevrouw de Vries. Meneer, komt u nou binnen en loopt u door? Wilt u doorlopen? Doorlopen, meneer. Maar. Gaat u zitten. Begrepen elkaar. Ja, dat komt door die jas. Kijk, het verkeerde knoopje. Nee, het verkeerde gaatje is daar. Wij begrepen elkaar. Elkaar even verkeerd met dat doorlopen. Ja. Maar vertelt u eens even, u bent niet erg relaxed. U bent wat gespannen. Ja. Hoe is uw naam? Vers. Hoe? Vers. Victor Eduard Rudolf Simon. Die ken ik allemaal niet. Schrijf het zo, vers. Ja, zo okay. Ongeveer. Ja. En de voornaam? Kers. Kersvers. Ik geloof dat u mij een toontje neemt, hè, Kerstmis. Er zal wel eens meer gelachen worden als u die naam noemt, hè? Ja, regelmatig, ja, ja. Maar enfin, we zullen het voor waar aannemen. Ja, bent u getrouwd? Ja, zeker, ja. Mooi, de naam van uw vrouw graag. Lucy. Lucy Vers. Oh, u maakt er wat van, hoor. Ja, ja. Zeg, hebt u kinderen? Ja, ik heb twee kinderen, heb ik, Twee kinderen. De namen van de kinderen graag. Vers 1 en vers 2. Ja, het spijt me ontzettend. Ik vind nogmaals alles wat u zegt machtig interessant. Ja. Maar mijn tijd is beperkt. Oh. U ziet, ik heb nog een wachtkamer vol patiënten zitten. Hè? Dus nou even kort en bondig. Ja, maar ik ben nou aan de beurt. Ik heb nummer 3. Ik stond vanmorgen 7:15 in de rij om nummer 3 te krijgen. En ik ben nou aan de beurt. Ja, dat geloof ik wel. Nummer 3 is aan de beurt. Ja, nou, ik zeg niet dat nummer 3 niet aan de beurt is, meneer. Wie heeft nummer 4? Wie heeft nummer 4? Dan ben je achter mij. Hang erop. En meneer? Ja, laat u hier staan. En nou laat u zich niet afleiden. Nee. Want nu ga ik mij concentreren op uw geval. Dat is toch niet... Nee.
Ja.